Met het vertrek van Kajsa Ollongren naar Den Haag is Erik van den Burg nu loco-burgemeester. Ollongren nam het eerder over van Van der Laan, die overleed eerder deze maand. En ook al is het gezien de treurige omstandigheden lastig om echt trots te zijn, Van den Burg is blij dat hij de stad kan helpen. Nou ja, ik vind het ontzettend eervol dat ik wethouder mag zijn van, van deze fantastische stad. Uh, dat ik ook al zo lang in de politiek mag, mag zitten. Ja, dit is in die zin ook gewoon heel bijzonder. Dat, dat gebeurt niet vaak. Dus ja, ik, ik voel me een gelukkig mens. In Amsterdam geboren van de burg staat erom bekend dat hij niet op zijn mondjes gevallen En uit zijn politieke standpunten, vooral op Twitter. Maar met deze nieuwe functie belooft hij het wat rustiger aan te doen. Dat zal misschien voor u niet altijd makkelijk zijn. Nee, maar ik ga het wel doen. Zolang ik inderdaad uh, uh, eerste loco ben. Uh, zal ik geen partijpolitieke uitspraken doen? Kijk, normaal gesproken is een eerste loco een beetje een ceremoniële functie, omdat er een burgemeester is, uh, en is de eerste loco dienstvervanger. Er is nu geen uh, burgemeester. Dan vind ik dat je als uh, uh, eerste loco dus ook de neutraliteit moet uitstralen. die daarbij hoort. Dus voor mij de komende weken even geen partijpolitiek standpunt. Hoe lang Van de Burg de ketting mag dragen is niet duidelijk. Er komt een waarnemend burgemeester. Dat is wel duidelijk. En die blijft dan waarschijnlijk een klein jaar zitten tot na de zomer. Van de Burg zegt dat hij er niks van weet. Het is aan de commissaris van de Koning om te besluiten. En uh, ik weet niks, want hij is degene die het besluit moet nemen. En dan zal hij het met u en uw collega's delen.